drie aankopen van Sparta. Wat heb je van ze gezien deze week? Zo, de drie. Ik even goed nadenken wie dat ook weer precies zijn. De laatste natuurlijk erbij gekomen is Wuitens. Nou ja, het is duidelijk dat... Dries ken ik eigenlijk al vanaf PSV. Ja, dus die heeft een hele goede opleiding gehad. Hè. Heeft ook al meer dan voldoende ervaring. Had een aantal opties hè, qua clubs. En kiest voor ons, kiest voor Sparta. En dat heeft... Dat geeft een goed gevoel. Hè? Ook omdat hij gewoon bereid is om te investeren en weer eventueel een stap te maken. Dus ja, dat soort mannen, dat is altijd goed om bij de groep te hebben. Hè? Ervaring, gewoon een goede speler. En die graag bij Sparta wil spelen. Dus ja. Dan hebben we Suwentli, Alberto. Komt van Sparta. Heeft toen een bepaalde keuzes gemaakt. Ik meen PSV, NEC. Nogmaals, is een jongen. Ik heb nu eigenlijk maar één keer met hem gesproken. Maar een aantal malen wel zien spelen. Ik denk zeer talentvol. Kan op verschillende posities aardig uit de voeten. Dus ik denk een zeer bruikbare speler. Zal nog wel het een en ander moeten verbeteren, zoals wij allemaal moeten. Maar heeft ook een aantal uitstekende punten. Hè. Is goed aan de bal, heeft een goede lengte en is gretig. En nogmaals, ook om bij Sparta te spelen. Dus wat dat betreft zijn een aantal raakvlakken. En dan ben ik die ene kwijt. Mohamed Rahi, die natuurlijk bij NEC gewoon een groot talent is. Indruk heeft gemaakt ook, opvalt. Wat zegt dat hij dan voor concurrent Sparta kiest? Ook Rahi ken ik vanuit PSV. Die heb ik denk ik zelfs nog gehad in de onder 17 en in de onder 19 bij PSV. Toen was hij wel wat ieler. Dus het is duidelijk dat hij gegroeid is. Hè? En ik moet zeggen dat hij daar niet altijd basisspeler was, volgens mij. Dus ja, dan is hij ook, dat laat hij ook zien, vind ik, mentaal is hij wel sterk. Want als je dan nog via een omweg dan NEC, waar hij het meer dan behoorlijk heeft gedaan, waar hij ook had kunnen blijven. En nu gelukkig ook voor ons kiest. Ja, ik denk uitstekende speler. Is dat ook dan het netwerk van Henk Vrezer? Wat je zegt, ik ken een paar van de jongens. Is dat dan dat je daar nu gebruik van maakt? Dat zulke jongens dan eerder met jou gewerkt hebben en denken van ja, ik wil eigenlijk wel onder die trainer weer werken? Nou ja, ik denk dat ik zelf ook die keuze heb gemaakt. Hè, voor iets wat bekend is, ja, dat geeft ook vaak wel vertrouwen. Iets wat bekend is, dat is ook iets, ja, het woord zegt het al, is herkenbaar. En ik denk wel dat zij daar een bepaald gevoel bij hebben. Net zoals ik ook een bepaald gevoel had bij Sparta. En ook bij Henk van Stee. Dus wat dat betreft is het denk ik in een wereldje waarin je toch direct moet presteren. Is het wel handig als je ja, wel wat raakvlakken hebt. En ook ja, wat kennis hebt van de personen waar je mee gaat werken. Heb jij ook, nou, geëist is misschien een groot woord, maar wel tegen Henk van Stee gezegd, ik wil wel graag vanaf het begin af aan zoveel mogelijk spelers hebben, want het gaat nu hard hè, met de spelers. Heb jij dat aangegeven van, ik wil zo snel mogelijk om een team te bouwen? Nou ja, kijk, het lijkt me logisch, mits de mogelijkheden daar zijn, dat je goed begint. Hè? Ik denk dat bijvoorbeeld VVV vorig jaar in de Eredivisie dat heeft laten zien. Tweede helft hadden ze het moeilijk, hebben ze het nog steeds uitstekend gedaan, maar de eerste helft was meer dan voldoende. En ik ben ook zo iemand, je moet gewoon goed beginnen en dat is wel de insteek. Ik heb het niet zo heel veel mee als je in paniek in de winter een aantal zaken moet doen. Heel vaak gaat het mis. Incidenteel kan het goed gaan. Maar ik denk dat je goed moet beginnen. En ik denk dat je er ook meteen moet staan. Ik heb ook niet eeuwen de tijd om hier te presteren. Ik moet ook het liefst direct presteren. En ja, dat moeten we ook van onze spelers vragen. En Duplan en Drenthe zijn er dan nog bij om te trainen, om de conditie een beetje op peil te houden. Bij Drenthe weten we, nou ja, als we wat voor elkaar kunnen betekenen, dan is het zo. Ik heb begrepen dat bij Duplan eigenlijk vooral zijn conditie op peil houden is. Maar ik kan me ook voorstellen, ja, als die twee gewoon functioneren met de ervaring die zij hebben, dat zij gewoon een aanwinst zijn voor Sparta, toch? Nou ja, het is wel een insteek, hè, beide verhalen. Of de insteek is anders, beide verhalen. Maar ik denk dat je altijd een opening open moet houden voor dit soort zaken. Als Duplan de beste speler blijkt te zijn, ja, dan moet je iets forceren. Maar vooralsnog was dat niet de insteek. Dan zijn er ook een aantal spelers vertrokken of gaan vertrekken. Floranus, ik denk dat je hebt wel ingecalculeerd dat sommige spelers gaan vertrekken. Waaronder dan Floranus, misschien in Duarte. En nu dreigt ook Julien Sabot weg te gaan. Ja, had je dat ingecalculeerd? Nou ja, kijk, het liefst had ik Floranus gehouden. En we gaan er alles aan doen om Duarte te houden, want dat vind ik echt een heel groot talent. En Sabot, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Maar goed, ik denk ook dat spelers, net zoals ik ambities heb, moet een speler dat ook hebben. Wat ik wel kan waarderen bij Sabot, dat hij er gewoon is. Hè?
dat verandert er niks aan dat hij de volgende stap wil maken. Ik denk dat daar kan je heel negatief over doen. Maar ik denk in de sport dat je dat juist moet waarderen. En als ze bij Sparta binnenkomen zoals hij dat gedaan heeft en ze gaan er vol voor, heb je daar ook in dat jaar wat aan. Dan kan je hem niet kwalijk nemen als hij nu de volgende stap wil maken. Kijk, dat ik hem graag wil behouden, dat is niet meer dan logisch. Maar er zijn altijd twee kanten aan een verhaal. En verder kan ik daar niet zo heel veel over zeggen. Het is ook wel zonde, maar wel begrijpelijk. Hè, dat dan de beste spelers van Sparta, ja, Sparta degradeert. Dus dan de beste spelers, ja, worden dan door de eredivisieclubs weggehaald. Ja, ik denk dat de degradatie daar een deel van is misschien. Maar ik denk sowieso, als je je goed ontwikkelt, dat er altijd grotere clubs komen kijken. En ja, wij moeten zorgen gewoon dat die jongens het naar hun zin hebben. Hè? En dat wij ook op ons niveau een doelstelling hebben. En die is ook duidelijk. Hè? We willen zo snel mogelijk terug. Het liefst na dit seizoen meteen alweer. En dat wordt een hele mooie uitdaging. Nou, zaterdag de eerste oefenwedstrijd. Heinenoord uit. Dat is altijd lastig, zeggen we dan. Ja, ik denk dat jij gewoon iedereen speelminuten gaat geven daar. Of... Ja, want het zijn natuurlijk de eerste wedstrijd. Even iedereen zien hoe ze ervoor staan. Ja, dat klopt. In principe gaan we 45-45 spelen. Oefenwedstrijden. We hebben een tweetal oefenwedstrijden tegen amateurs. Ik dacht Heijenoord en VOC. Gewoon mooie ploegen, leuke ploegen. Maar daarna spelen we ook tegen behoorlijk wat pittige ploegen. En nogmaals, ik ben niet zo dat ik wedstrijden wil en kan en moet verliezen. Maar ik wil wel behoorlijke tegenstanders hebben. Want alleen dan wordt het duidelijk bij mij, maar ook bij de jongens zelf, waar we nog aan moeten werken. En ik word liever in de voorbereiding daar mee geconfronteerd dan dat ik tijdens de competitie nog een aantal dingen moet gaan aanpassen. Dus het kan best zijn dat de voorbereiding voor ons pittig is. Misschien te pittig is, maar geloof me, we moeten er gewoon staan de 17e. Want je bent net begonnen natuurlijk, dus je zijn nog lang niet op 100%. Maar ja, kan je zeggen in waar jullie staan, op hoeveel procent? Ik kan me zo voorstellen met dit weer. Want je hebt lang getraind, hè? Laten we dat even duidelijk zijn. Bijna meer dan 2 uur getraind. Waarom doe je dat, ook met dit weer? Ja, maar er zit een rondo bij, er zit een warming-up bij, er zit krachttraining bij. Dus als je gaat kijken naar de tijd dat we echt, dan valt dat reuze mee, hoor. Je begint gewoon zorgvuldig, zodat ze het hele seizoen fit blijven en het einde kunnen pieken. Dat is de intentie. Waar ze nu staan, ja, dat is moeilijk te zeggen. Want praat je over technisch, praat je over tactisch, fysiek, mentaal. Ja, we zijn in de opbouwfase. En wat dat betreft doen we het zo gecontroleerd mogelijk. Maar ik ben wel iemand die de grens opzoekt. Maar goed, ik heb voldoende kwaliteit om me heen om dat gewoon voldoende te bewaken.